Hallo allemaal, Nena hier en welkom bij weer een nieuwe YouTube-video. In mijn video's neem ik jullie mee op mijn avontuur in de wereld van crypto, NFT's en investeren in het algemeen. In deze video ga ik jullie 4 dingen vertellen die je absoluut niet moet doen als het gaat om investeren. Laten we gauw gaan kijken. Allereerste wat je echt niet moet doen als je wilt gaan investeren is te lang wachten met beginnen. Je kent vast wel die gedachten zoals, oh, als ik dit bedrag verdien, dan ga ik beginnen met investeren. Of als je al eens hebt gekeken naar crypto of aandelen, oh, als het aandeel zakt tot dit bedrag, dan stap ik in. Fout, 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 fout. Deze dingen moet je absoluut niet denken of doen als je wilt gaan beginnen met beleggen. Waarom niet? Uitstellen is het allerlaatste wat je moet doen. Des te eerder je begint, des te groter de kans op een goed rendement op de lange termijn. De markt is namelijk niet te timen. Want hoe weet jij nou wat een goed moment is om in te stappen? Stel, je wilt beleggen in een aandeel voor, zeg, €200 per stuk. En jij hebt met jezelf afgesproken dat €200 nog te duur is om in te stappen. Jij wilt wachten tot het aandeel gezakt is tot €150 voor jij instapt. En je ziet dat het aandeel wat zakt. De markten die liggen allemaal wat op zijn gat. En het aandeel zakt naar 180 en jij stapt niet in. Het aandeel zakt naar 170. Jij stapt nog steeds niet in, want hè, €150 is jouw doel. Op een gegeven moment is het aandeel €160. En jij denkt, nou, we zijn er bijna. Zie je wel dat het goed is dat ik heb gewacht voor ik instap met investeren in dit aandeel. En dan ineens, van €160 schiet het aandeel weer naar 170 of 180. En jij denkt, shit, ik heb de boot gemist. Ik had wel in moeten stappen. Waarom heb ik daar toch op gewacht? Nu ga je weer wachten tot het weer omlaag gaat. En dit is eigenlijk een vicieuze cirkel die ik heel vaak om me heen zie, maar ook veel over lees. Is dat mensen maar wachten en wachten en wachten op het goede moment. Terwijl er is nooit een goed moment. Je kunt de markt niet timen. Dus als jij gaat wachten tot jij het idee hebt van, oké, nu is een goed moment om in te stappen, ben je altijd te laat. Want er is nooit een goed moment om te beginnen, omdat het goede moment elk moment is om te starten. Top met het proberen te timen van de markt. Des te eerder je begint met beleggen, des te langer je kunt profiteren van de rendementen op langer termijn. Ik gebruik hiervoor de DCA-strategie, ook wel de Dollar Cost Averaging-strategie. En daar ga ik meer over vertellen in punt 2, in wat je zeker niet moet doen als je gaat beginnen met beleggen. Het tweede wat ik vaak hoor is, oh, als ik x bedrag begin, dan ga ik beginnen met beleggen. In mijn optiek is dat gewoon bullshit, bla bla, chocoladevla. Het slaat nergens op. Waarom niet? Omdat je nu waarschijnlijk wel 3 keer per week uit eten gaat. Je hebt misschien 20 paar schoenen in de kast. Over shoppen denk je niet zo lang na als over investeren. Het is namelijk zo dat als jij kijkt naar wat je verdient en wat je op dit moment uitgeeft en niet gaat kijken naar wat je kunt besparen, je nooit genoeg verdient om te beginnen met beleggen. Want met jouw gedrag nu, als jij meer gaat verdienen, ga je ook gewoon weer meer uitgeven. Het is namelijk een mindset die je moet hebben en die je moet veranderen. Het gaat niet om wat je verdient, het gaat om wat je uitgeeft. Als jij minder uitgeeft, hoef je niet meer te verdienen om geld te hebben om te investeren op lange termijn. Want geloof mij, die Chanel-tas die jij gaat kopen, gaat echt niet voor jou zorgen als jij met je reet in het verzorgingstehuis zit. Geloof mij, ga wat aan jouw money mindset doen als je op dit moment nog steeds denkt dat je te weinig verdient om te investeren. Laten we gaan kijken naar punt 2, wat je zeker niet moet doen als je wilt gaan investeren. Als je net bent begonnen met investeren of je bent al eventjes bezig, dan herken je dit vast en zeker. Elke dag naar je beleggingen kijken. Dit is enerzijds ongezond en levert veel stress op. Wat er namelijk dan gebeurt, is dat je in je brein bezig gaat zijn met het timen van de markt. Want door elke dag te kijken en je ziet bijvoorbeeld de grafieken dalen, in je hoofd gaan er allerlei radartjes af en signalen van, oh, paniek, paniek, moet ik niet nu eruit stappen? Moet ik het niet verkopen? Terwijl wat er dan gebeurt, als je gaat paniek verkopen, je verkoopt met verlies, heb je zeker verlies. Vervolgens gaat de markt weer omhoog. Jij denkt, shit, ik had niet moeten uitstappen. De markt gaat misschien nog wel meer omhoog en jij koopt weer hoger in. Zie je wat er gebeurt? Je verkoopt met verlies en je koopt dan weer hoger in. Op zo'n manier ga jij nooit hogere rendementen halen
en daarmee winst op langere termijn. Uit onderzoek is gebleken dat iemand die de markt probeert te timen, 70% van zijn voorspellingen gelijk moet krijgen om op het misgelopen rendement alsnog winst te kunnen maken. Dit is nagenoeg onmogelijk en daarom introduceer ik voor jullie dollar cost averaging. En dit is exact de methode die ik ook gebruik bij het beleggen in aandelen en cryptocurrency. Wat is dollar cost averaging? Is een manier waarop jij elke maand of elke week, maar ik doe elke maand, een vast bedrag inlegt in je investeringen. Het maakt niet uit hoe het met de markt gaat, wat de marktconditie is. Jij belegt een vast bedrag dat je met jezelf afspreekt in je aandelen, in je crypto, in je andere assets. Dat maakt niet uit. Ene keer is de markt laag en koop jij goedkoper in. He, bijvoorbeeld, ik beleg ook in ETF's. En de ene keer koop ik ze in voor €95 per stuk. En de andere keer koop ik ze in voor €100 per stuk. Hiermee heb ik altijd een betere gemiddelde aankoopprijs dan iemand die de markt probeert te timen. Want deze personen verkopen vaak met verlies en kopen dan weer in voor een hoger bedrag. Geen winst daar. Een ander voordeel voor mij en ook eventueel voor jou, als jij dollar cost averaging gaat gebruiken, is dat je helemaal niet hoeft te kijken naar wat er in de markt gebeurt. Het enige wat jij moet doen is een reminder zetten in je kalender, misschien elke eerste van de maand. Dan leg jij geld in je assets en verder kijk je er niet meer naar. Dit principe, dollar cost averaging, is perfect voor de langetermijn beleggers. Ik ben zelf een langetermijn belegger. Ik heb een beleggingshorizon van 20 plus jaar. En hiermee wil ik eerder met pensioen kunnen, oftewel eerder stoppen met werken. Het voordeel daarmee is dat het voor mij niet uitmaakt of er een crisis is in de markt en als de beurzen crashen of wat dan ook. Ik blijf elke maand inleggen. Ik zie het zo dat de aandelen dan in de uitverkoop zijn. En omdat ik een lange beleggingshorizon heb, is er ook genoeg tijd voor de markten om weer te herstellen. En dan profiteer ik weer van de hoge rendementen, omdat alle koersen weer omhoog gaan. Dit principe kun je dus niet alleen doen op aandelen of ETF's, maar ook zeker op cryptocurrency. Dus stel dat jij gelooft in Bitcoin, leg elke maand een klein bedrag in of een groot bedrag, hangt er helemaal van af hoeveel geld jij kunt investeren en doe het elke maand. Kijk er niet naar om en dan zul je zien dat je op lange termijn meer rendement haalt dan iemand die elke dag en continu bezig is met de charts. Want deze personen die hebben veel meer verlies op lange termijn. Verder vind ik dollar cost averaging ook heel fijn omdat ik natuurlijk ook NFT's flip. Dit is namelijk een hele korte termijn strategie. Dus voor mijn eigen nachtrust vind ik het ook fijn dat ik geld investeer op een meer stabiele manier en ik dat gewoon lekker kan laten gaan, lekker kan laten staan en laten renderen op lange termijn zonder dat ik daar dus naar om hoef te kijken. Het derde wat je echt niet moet doen. Geld investeren dat je niet kunt verliezen. Ik lees en zie het zoveel om mij heen dat er mensen geld investeren dat ze eigenlijk nodig hebben voor iets anders, waardoor ze zich niet kunnen houden aan een lange beleggingshorizon. Dat wanneer het geld, dus de markt omlaag gaat, ze gaan paniek verkopen, het geld er snel uithalen en daarmee weinig, maar soms ook heel veel verlies hebben. Je ziet het ook bij jongeren die hun studielening volledig in crypto zetten toen het hoger stond. Nu de markt aan het bloeden is, hebben ze en nog meer schulden, want ze hebben minder studiegeld. Kunnen ze eruit halen dan wat ze erin hebben gestopt. De Duo gaat achter ze aan. Ouders die spaargeld volledig in crypto hebben gezet of andere aandelen om daarmee voor hun oude dag te sparen. Zorg er altijd voor dat alles wat jij investeert in rook op kunt gaan. Lekker is die gedachte niet. Aan de andere kant ook weer wel, want mijn leven zal niks veranderen als al het geld dat ik heb geïnvesteerd zou verdwijnen. Leuk is het niet. Het zou lekkerder zijn als er gewoon een winst blijft komen en ik dat op lange termijn eruit kan halen. Maar als echt het allerergste gebeurt en het is allemaal weg, ja, mijn leven verandert niet. Ik kan lekker doen wat ik nu ook aan het doen ben. En dat is echt het allerbelangrijkste om te onthouden. Als je gaat investeren, zorg ervoor dat alles dat je investeert, je kunt verliezen. Investeren is altijd een risico. Het maakt niet uit of je in crypto investeert, NFT's investeert, aandelen investeert, goud investeert. Natuurlijk is de ene asset meer stabiel dan een andere asset. Maar alles draait erom dat je weet wat je doet, een strategie hebt van tevoren en geen geld erin stopt wat je eigenlijk over een jaar nodig hebt omdat je een huis wilt kopen. Kijk dus naar jouw toekomstplannen. Wat wil je graag doen? Wat voor geld heb je nodig? Hoe is jouw spaarrekening? Zorg er eerst voor dat je spaart om je toekomstdoelen
te kunnen behalen. Dus als je een huis wil kopen of je wilt graag kinderen krijgen en je hebt daar ook geld voor nodig, zorg daar eerst voor en ga daarna dan investeren. Het slechtste wat je kunt doen is nu dan gaan investeren wat je er binnen nu en 1 of 2 jaar weer uit moet halen. Zorg voor die balans. Het beste wat je kunt doen is dan en sparen voor de toekomst en een heel klein beetje investeren voor de lange termijn wat je niet nodig hebt voor jouw spaardoel. Een andere fout dat mensen ook wel maken is dat ze het geld dat ze investeren zien als een manier om heel snel rijk te worden. Je ziet het met de staatsloterij, de loten die je kunt kopen daarvoor. Mensen, weet ik veel hoeveel geld ze neerleggen voor loten, omdat ze hopen dat hun naam uit die mooie pot komt als winnaar, wat hun hele leven zal veranderen, zonder dat ze daar een drol voor hoeven te doen. Het gevaar daarbij is dat mensen gewoon gedachteloos geld blijven investeren en niet kijken naar de risico's dat het met zich meebrengt. Hetzelfde geldt voor mensen die gedachteloos investeren in aandelen, crypto of andere assets. Het is namelijk geen garantie dat je je geld eruit kunt halen wat je er ook in hebt gestopt. Het is een beetje als gokken hoe mensen dat doen. En juist wat je niet moet doen is het investeren van je geld behandelen alsof je in het casino staat, want iedereen in het casino verliest. Dat weten we allemaal. Laten we gaan kijken naar het laatste wat je echt niet moet doen als jij je geld gaat investeren. Het vierde dat mensen heel graag doen als het gaat om investeren is zichzelf zien als een helder ziende. Ze proberen namelijk de markt te voorspellen. Kun je de markt voorspellen? Nee. Verleden resultaten zijn namelijk absoluut geen garantie voor de toekomst. En dat kan ik je niet vaak genoeg vertellen. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat zelfs professionele beleggers niet de markt kunnen voorspellen en niet betere rendementen halen dan bijvoorbeeld iemand die aan dollar cost averaging doet. Koersen blijven namelijk super onvoorspelbaar. Als je kijkt naar de cryptomarkt op dit moment en de aandelenmarkt, had niemand dit vorig jaar kunnen weten. En wat gebeurt er nu? Paniekverkoop. Mensen die hebben zich niet voorbereid, hebben misschien geld geïnvesteerd die ze niet hadden kunnen verliezen en daardoor blijft de markt op dit moment ook zakken. Wanneer de beurs namelijk in een neerwaartse spiraal zit, kan het zijn dat jij uit angst je aandelen of crypto of welke assets je ook hebt uit paniek verkoopt tegen een verlies. Vervolgens herstelt de markt zich weer. Jij was in het begin blij dat je alles eruit had gehaald, hè, want phew, voor het geval het verder zou dalen. En dan zie je dat de markt weer omhoog gaat. Dan denk jij, shit, had ik alles maar laten staan. En vervolgens koop jij weer opnieuw je assets in, maar voor een hoger bedrag. En zie je dan wat hier gebeurt? Verkoopt met een verlies. Koopt voor een nog hoger bedrag. Heel veel succes om dat recht te gaan trekken. Ga dus niet de markt voorspellen en denken van, oh, ik moet het er nu uithalen, want het gaat nog verder omlaag en het blijft omlaag gaan en dat gaat niet meer omhoog, tot je ziet dat het weer omhoog gaat. Ook hiervoor is dat DCA, dollar cost averaging, echt een fijne methode om op lange termijn te kunnen beleggen en niet bang te zijn wat er gebeurt binnen een hele korte periode, ook als de markten wat slechter gaan. Met een lange beleggingshorizon van bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar maakt het namelijk niet uit als de markt of de beurs in een crisis komt. Er is namelijk voldoende tijd voordat jij je geld nodig hebt dat de beurzen zich weer kunnen herstellen. En ter conclusie, dat geeft mij een heel lekker gevoel waarmee ik top kan slapen in de nacht. En dat wens ik jou ook. Dit waren 4 dingen die je absoluut niet moet doen als jij je geld wilt investeren of als je al bezig bent met je geld investeren. Dankjewel voor het kijken naar deze video en hopelijk zie ik je weer bij mijn volgende video. Vergeet niet te liken en te subscriben. Doeg!